Daarmee is ook op veld 1 de wedstrijd afgelopen. De prijsuitreiking van dit toernooi zal direct plaatsvinden voor de kantine. Gaan beginnen. Even een woord van dank aan onze scheidsrechters. Vanavond hebben we 4 scheidsrechters hier gehad. Tijdens de poolwedstrijden hebben we ook een aantal scheidsrechters gehad. En zonder scheidsrechters kun je geen wedstrijd spelen. Scheidsrechters zijn heel erg belangrijk. En ik zou voor jullie dan ook een groot applaus willen hebben voor de scheidsrechters van vanavond. En dat is Alden Steen, Menno Leuven, Ben van den Broek en Bernard van Bok. Voor onze scheidsrechters hebben we ook een kleine attentie. Het zijn snoepels, dus Menno. En Ben. En Alwin. Hartelijk bedankt voor jullie inspanningen. En hopelijk mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen. Oké, jullie komen steeds dichterbij, want ja, die bekers die zijn wel heel aantrekkelijk. Hè? We gaan toch beginnen met de meisjes. Bij de meisjes. Nee, ik ga nou even niks zeggen, want ik geef de microfoon aan Marjolein. Want die gaat vertellen welk meisjesteam, welke aanvoerster naar voren mag komen om de prijs in ontvangst te nemen. Jullie hebben een geweldig toernooi gespeeld. Jullie hebben lekker kunnen rennen, lekker kunnen rafotten. Jullie hebben iets bereikt. Waarom hebben wij nou Marjolein Buijs uitgenodigd om de prijsuitreiking te doen? Om te laten zien, ook al gaat het niet altijd even goed in je leven, dat je toch heel ver kunt komen. Dat je bij wijze van spreken kampioen van Nederland kunt worden. Dat je bij de 10 beste van de wereld kunt horen. Dus doorzettingsvermogen op het moment dat het even tegen zit, dat is ook heel erg belangrijk. Voordat jullie de beker krijgen, willen wij Marjolein bedanken voor het feit dat ze hier is. En dat betekent ook voor haar iets op te snoepen. Ik weet niet of dat mag bij topsporters, maar we doen het toch maar even. En aan die kant zit Bert klaar met een boeketje. Ik
Ik heb het vanavond al een paar keer gezegd, foto's van het toernooi, foto's van de prijsuitreiking zijn te vinden op www.fotos.nl en ik kan jullie aanraden om daar in deze dagen eens even naar te kijken. Misschien sta je er zelf wel bij. Marjolein gaat verder en die gaat verder met de eerste prijs bij de jongens. Het was een heel spannende finale. En uiteindelijk is het hier voor één winnaar. Hopelijk betekent voor jullie het Oranje de toekomst van de kleur van Johan. Ja, merk op de naak.